ONS wil dit seizoen beter presteren als verleden jaar. Doe waard ONS vierde en nu gaan ze voor de top draaien. En als je dan thuis iepeneert in promovendus Urk, dan mag je alleen nog tevreden wijzen met de winst. En dat is ik waar de snitsers naar op jacht beginnen, want dit is de vierde minuut van de wedstrijd. Martijn Rozenburg met links en boetekant Peel. Ja, geen geluk hier voor Rozenburg. Hij hier ONS in een zetel helpen kan al in de vierde minuut. En dan Urk, die betiet net heel aardig voetbal zien litten. Het hakje weer van Willem Hendricks Kraal en die krijgt de bal ik voor, maar de bal die wordt op het laatst blokt en het gevaar verdwijnt. Ja, ONS is dan wel de favoriet in deze wedstrijd. Ze hebben ik wel het betere van het spul, maar echt rendement levert dat voor eerst nog net op. Een kwartier spelen, Guti González en een heel knap schot. Maar de redding die mij direct wijzen. Cornelis Kofferman, de keeper van Urk, speelt een prominente rol in deze wedstrijd. Ja, en vanwege de hitte wordt er dan een drinkpauze inlost na 24 minuten en dan kan het spul weer verder gaan. Maar op nee, mogelijkheden voor ONS. Hier weer de eerste kans voor de nieuwe spits van ONS, Jurjen Bos. Ex-Cambuur, ex-PKC, maar hij had nog net een soort geluk misschien de buurt. En dan zitten we al in de blessuretijd van de eerste helft. Martijn Rozenburg met een pegel en weer een prachtige reflex van Cornelis Kofferman. Ja, dat wordt echt een sta in de weg voor ONS, want hij zorgt ervoor dat de rest dan 0-0 is. En dan moet er wat barren, die tweede helft. Want ONS die maakt je natuurlijk wel de volle winst helje. En daar gaan ze naar op jacht. Een mooi schot van Arnold Hedder en weer Kofferman. En wat kan Urk? Want ja, zolang het 0-0 is, roept de ploeg van Jan Skulting dat er misschien wel meer in zit. En dan krijgen we Willem de Boer en die bezieken het ook maar eens. Maar geen probleem voor Allegeert de Vries, die het net droog krijgen zoe. Maar goed, de goals die moeten net vallen. En dat zie je ik net mij, want dit liep het toch wel een oortreding op Regilio Holder. Maar die wordt net jong. Geen penalty voor ONS. En dus mij Urk nog altijd hopen op misschien nog wel meer. En ze komen dichtbij. Het ziet net. Terug Willem Hendricks Kraal. Ja, Urk, wat had ze verder te verliezen? Deze man, de trainingstaf van ONS, Jan Flap en Sander van der Heijden, die krijgt het al wat dreiger. Want wat zilderbar mij harn ploeg. De kansen worden wel gecreëerd, maar net aanmaken. Kut zo, man. En dan is er nog maar een kwartierke te spelen. En met ONS mij man en macht op ziek om toch maar wat te forceren. Chris de Wacht, de onvierder, die zet de onval op. Martijn Rozenburg, oh prachtig 1-2, krijgt hem weer om. Rozenburg dan eindelijk, nee wennet je. Kofferman, die keept misschien wel de wedstrijd van zijn leven. Hij zit oeral tussen en weet ik dit scot van Rozenburg te pareren. En dan rent het aardig naar de eind van de wedstrijd. En dan is het de vraag of Jan Skulting debuteren kan met een punt in snits. Het liep het erop. Maar daar is het dan toch de oertreding op Regilio Holder. Hij is oerkaam van Gronitas. Een vrije trap voor ONS. 84ste minuut. Kobbel van Ale de Boer. En daar is het doelpunt van Chris de Wacht. Onverwachts toch nog. Heel knap inkopt van Ale de Boer. En het beslissende laatste tikje trok Chris de Wacht. En dan had ONS toch nog 3 punten in die eerste thuiswedstrijd. Het resultaat is goed, maar over het spul is trainer Jan Flap een stik minder te spreken. Je weet wat je van Urk kan verwachten, heel opportunistisch voetbal. En dan moet je wat tegenover zetten. En als je dat zelf niet doet, ja, dan ben je gewoon gelijkwaardig aan de tegenstander. Ja, en dan ben je niet de bovenliggende partij, wat we wel van plan waren. En dan, ja, dat is wel even slikken. Ik denk dat we echt een heel leuk team hebben. Een goed team, maar ik een heel leuk team. En wij geloven erin. En wij geloven erin dat we heug kunnen eindigen. En dan mag je wel deze wedstrijd winnen. En dan is het mooi begin dat we een keer samen wedstrijd op de les nog winnen.